Lieve vrienden van Augustinus. De Augustinusdag nadert. Op zaterdag 21 november 2020 vieren we alweer de 34ste Augustinusdag van ons instituut. Al ziet hij er dit jaar compleet anders uit dan we gewend zijn. We komen samen van achter onze schermen. Professor Lambrechts, professor Van Geest en dokter Bouwman, elk van achter het scherm op hun werkplek. Pater Zweers ook. We hebben de voordrachten bewust kort gehouden, omdat aandacht voor een scherm nu eenmaal niet hetzelfde is als aandacht voor een levend persoon. En daarom wil ik u extra opmerkzaam maken voor onze publicatie. Elk jaar bundelen we de artikels van de sprekers die altijd wat uitweiden, wat afwijken van hun bijdrage, van hun voordracht. En dit jaar is dat eigenlijk nog meer het geval. Bovendien vindt u extra inhoud in deze publicatie, dit jaar in de vorm van de homilie die Antony Dupont uitsprak op 28 augustus, de feestdag van Augustinus, in het klooster in Gent dit jaar. Ook vindt u er een bijdrage van onze bibliothecaris Geert van Rijn met nieuwe en minder nieuwe interessante publicaties rond Augustinus en rond het thema van dit jaar, leiderschap. Ter lezing aanbevolen dus en dankzij sponsoring van de Augustijnen van België te koop voor slechts €12,50 en dat is inclusief verzending naar België en ook naar Nederland. U bestelt het boekje door een e-mailtje te sturen naar mezelf, anneke.govaerts@augustiniana.be, met de vermelding van het aantal boekjes dat u wenst te bestellen en het adres naar waar we moeten verzenden uiteraard. En dan krijgt u in de loop van de volgende weken het boekje toegestuurd of uw bestelling toegestuurd met een factuurtje met de betaalgegevens in. Nu ik het toch spreek. Op zaterdag 21 november 2020 dus ziet onze Augustinusdag er als volgt uit. Om 15:30 verwelkom ik u, ik herhaal wat ik u hier nu vertel en ik stel Matthijs Lambrechts aan u voor. Vervolgens kijken we naar zijn bijdrage. Om 16:10 stel ik u Paul van Geest voor en kijken we naar zijn voordracht. Om 16:35 stel ik u Kitty Bouwman voor en kijken we naar haar bijdrage. Om 17:00 stel ik u Pater Gerben Zweers voor, gevolgd door zijn filmpje. En dat is meteen ook het laatste van de dag. Deze programmatie geeft u de gelegenheid om even de benen te strekken tussen twee filmpjes door, maar niet te lang. En het zorgt ervoor dat we mooi aansluiten bij de Augustijnen hier in Heverlee, die om 17:30 hun vespers en om 18:00 hun Augustieviering zullen streamen. Hopelijk zien we elkaar op zaterdag 21 november 2020, maar als dit programma voor u niet past, geen nood. De filmpjes blijven beschikbaar op ons YouTube-kanaal hier, zodat u, wanneer uw boekje gearriveerd is, de sprekers bij de schrijvers kunt nemen en genieten. Ik groet u en tot gauw.